Ik heb altijd een grote bewondering gehad voor Vondel. Hij is dus al lang dood natuurlijk, maar voor mij heel levend gebleven. En toen ik ermee begon met dit boek, toen waren er al 20 biografieën. Niet direct een uitnodigend geheel voor mij. Omdat het lang geleden was, 15 jaar geleden. Ik wilde kijken hoe het nu is. Begin 21ste eeuw om over Vondel te schrijven. En diep door te dringen in zijn leven. En ik ben enorm gaan zoeken overal op allerlei onwaarschijnlijke plekken om dingen over hem te vinden. En ik moet je dus zeggen dat ik ongelooflijk geboeid ben geraakt door het hele avontuur van zijn leven. Geboren in Keulen, in Amsterdam gekomen, alles wat er zich daar ontwikkelde, dat heeft hij allemaal, heeft hij dat in zich opgenomen. Zoals ook het hele leven om ons heen hier, met alle lawaai en de dans, dat alles is Vondel voor mij.